Een speciaal weekend voor de 12-jarige Randy Hunnekes uit Panningen. Haar wens ging in vervulling. Een fotoshoot met haar vriendinnen, inclusief haar make-up en een lunch. Randy heeft namelijk een moeilijk jaar achter de rug. Ze kreeg in april vorig jaar te horen dat ze diabetes type 1 heeft. Het leven van haar en haar gezin stond op haar kop. Ik moest heel veel drinken en heel vaak naar de wc. En toen ging ik naar de dokter toe. En toen moesten we met spoed naar het ziekenhuis toe komen. En toen gingen die daar onderzoeken doen. En toen bleek dat ik suikerziekte heb. En wat betekent dat voor jou in je dagelijkse leven? Ja, het is wel soms heel lastig, maar ik wend er wel echt superveel aan. En ja, het gaat eigenlijk op zich wel goed. Als we echt een week later waren gekomen, dan was het echt te laat geweest. Dan waren de nieren aangetast, de lever. Dus waren we eigenlijk net op tijd. En dus zond Randy's moeder een wens in naar de wensboom van de Rotary Club voor haar dochter en haar beste vriendinnen, Kylie en Tara. Wat vinden jullie daarvan? Wel moeilijk. Want ze heeft er wel een hele lieve last van, zeg maar. Merk je als je met haar omgaat dat ze ziek is? Nee, eigenlijk helemaal niet. Ze doet gewoon lekker haar ding en we houden van haar zoals ze is. De wens werd door sponsoren vervuld. Ik heb eigenlijk bemiddeld. De Rotary Wensboom heeft bij mij aangeklopt van wat kun jij daarin betekenen. Want je hebt wel ervaring en contacten met fotoshoots en met magazines en zo. Dus op die manier is het eigenlijk ontstaan. En ik werk ook vaak met fotografen. En Robin had al een keer tegen mij gezegd van als je ooit een keer iets hebt voor een wens of zo, bel me dan. Ik sta altijd voor je klaar. En zo heb ik het dus ook gedaan. Dus we hebben er een heel mooie, zelfs 2 dagen van gemaakt. We zijn naar Heidse gegaan, hebben overnacht in een pipowagen en toen gingen we hierheen. Of ja, eerst nog naar de make-up en haar. En toen gingen we hierheen. En ja, nu gaan we foto's maken. Mooi. Staat je goed die kleren? Een heel schitterende invulling, denk ik, voor de wens van Randy. Normaal is het zakelijk iets, foto's maken. Maar om zoiets terug te doen voor een medemens die het wel verdient, hè, een opsteker. Dat vind ik super gaaf om te doen. Ja, dat doe ik met alle plezier. Dat is hartstikke leuk voor die meiden. Je ziet ze stralen, ze vinden het heel leuk, heel bijzonder. Waar we wel op moeten letten is dat ze niet het veilige pakken wat ze altijd dragen. Dus niet die makkelijke spijkerbroek. We willen juist dat ze iets anders draagt. Dat ze daardoor ook ziet dat ze zich ook op een andere manier kan kleden. Dat ze nog meer straalt. Ja, ik vind dat er goed om gaat dat Randy er plezier aan heeft. En ja. Dat geniet jij ook? Ja. En daarmee ging de wens van Randy in vervulling. En werd een lastig jaar mooi afgesloten. Dat vind ik wel denk ik wel leuk. Ik hoop dat ze eigenlijk hebben genoten. Ja.